Goedenavond, dit is Allround en het is voller dan anders in de studio, want het betreft vanavond een finale. Na wekenlang spelen heb ik hier de drie beste van de afgelopen 10 weken nog eens teruggehaald en zij spelen die finale, deze drie mensen. Maurice Wetsels uit Almere, Mariette van den Heuvel uit Hellevoetsluis en Brenda de P. uit Schravendeel. Welkom terug. En ik moet je eerlijk bekennen, zelfs bij mij is het een ander gevoel als je zo'n finale speelt dan een gewone allround aflevering. Spanning is toch iets meer zelfs voor mij. Maurice, ja, laat het toch nog maar één keer vertellen. Je bent commercieel medewerker bij een diervoederbedrijf. Dat klopt. En wat was ook weer zo bijzonder, dat beesten tot en met waar tot jullie... en met Oost-Europa van ons voer eten. Ja, en dat is toch een heerlijk gevoel lijkt me. Nou ja, lijkt me zeker. Ja, nog zelfs ver buiten Europa zelfs ook nog wel. Ja, nou dat vind ik als Nederlander vind ik dat een prachtig idee. Verder was een van je hobby's sport kijken op televisie en heb je een seizoenskaart voor Feyenoord. Dat klopt. Als ik nou toch even terugdenk aan het afgelopen seizoen, wat was dan een mooi moment voor jou? Nou, wat ik een mooi moment vond was bijvoorbeeld de overwinning in de Champions League op Lazio Roma. Dat vond ik wel een van de mooiste momenten van het afgelopen seizoen. Ik herinner het mij alsof het een week geleden is. Echt waar. Ik kijk daarnaast en daarnaast zit opnieuw vanavond bij ons Mariette uit Hellevoetsluis. Welkom terug. Dank je. Ja, je zegt niks als hij nog geen vraag gesteld heeft. Dat was andere keren toch wel wat anders. Je bent wat stiller vanavond. Mm-hmm. Huisvrouw, handig, samen met man, huis verbouwd, je breidt, truien. En dan heb ik nog iets raars van je gehoord. Moet je me zeggen wat het waar is. Je houdt van vliegen, het liefst met tussenlandingen. Ja, gek hè? Ja. Nou, dat opstijgen vind ik zo'n lekker gevoel. En dan eenmaal die 1000 kilometer rechtdoor, dat weet ik dan wel na 10 minuten. Ja. Dus als ze dan zeggen van, oh, technisch foutje, we gaan naar beneden. Yes, en ik heb weer een moment. Op opstijgen. Dat is het leuke gevoel van vliegen, dat rechtdoor, dat weet ik wel dan. Ja, en zelfs met zulke rare eigenschappen kun je het schoppen tot een finale van Allround. Ja, je snapt het niet. Daarna zit Brenda de Peeën uit Schravendeel. Oh, Brenda heeft weer haar eigenaardigheden, struint liefst markten af op zoek naar allerlei antieke zaken. En heeft nog een andere eigenaardigheid, want de mensen die wij uitzoeken voor Allround, daar loopt een redacteur dan een week mee, dag en nacht. En ze hebben bij jou ontdekt dat jij s'avonds in bed altijd even een tijdschriftje moet lezen. Dat moet, ja. Anders dan doe ik geen oog dicht. De laatste tijd is weer vaker een boek. Een beetje de donkere avonden, dat is toch meer boekachtig. Zomers is het sneller een tijdschriftje, maar lekker hoor. Ja, nou ik hoop dat je er wat aan gehad hebt, wat je de afgelopen tijd gelezen hebt. Bij het stellen van de vragen door mij en het horen van de antwoorden uit jullie monden. Hier komt het eerste wiel. Is in deze finale een quizwiel ook natuurlijk. En als eerste, Maurice, mag jij bepalen wat de eerste vraag wordt? Nou, ik begin achteraan. 6. 6. Ik hou van afwisseling. Ik vind het leuk dat je dat doet. Vraag 6 is deze. Wat was het eerste door kernenergie voortbewogen schip? De Nautilus. En dat is even heel goed. De eerste 10 punten zijn gelijk voor jou. Mariette? 5. Welke zanger vormt een duo met Paul de Munnik? ACDA. Jawel, Thomas Akda. Kijk, en u ziet gelijk al, we hebben heel hoge kwalitatief ontwikkelde kandidaten. Brenda. Vraag 4. Dat gaat allemaal in één keer goed. Nou leg ik een beetje een druk op jouw schouders, dat realiseer ik me. Vraag 4. Hoe wordt de overste van een zelfstandig vrouwenklooster genoemd? Abtis. Ja, ook zij doet het gewoon. 10 punten. We gaan verder. Vraag 1. Vraag 1, zegt Maurice nu. Over welke legendarische Britse koning die zijn rijk verdeelde onder 2 van zijn 3 dochters, schreef Shakespeare een toneelstuk? Lear. King. Of Lear. Ja hoor, King Lear staat op het wiel en de 10 punten zijn dus voor jou. Mariette? 2 alsjeblieft. Vraag 2. Welke sterk alcoholische drank wordt gestookt uit zwarte kersen? Kirsch. En ook zij doet het gewoon, jongens. Wat een mooi begin is dit. Brenda? Vraag 3. Ja, natuurlijk. Is deze. Hoe wordt de sterk alcoholische drank uit Zuidoost-Azië genoemd die er wordt gedestilleerd uit rijst? Sake? Nee, die nog even niet. Dan mag dezezelfde vraag nu naar Maurice toe. Hoe wordt de sterk alcoholische drank uit Zuidoost-Azië genoemd die wordt gedestilleerd uit rijst? Raki? Nee, dan gaat hij voor de 3e keer nu naar Mariette toe. Hoe wordt de sterk alcoholische drank uit Zuidoost-Azië genoemd die wordt gedestilleerd uit rijst? Arak. Arak, zegt zij terecht ook. En dat is het goede antwoord. Nou, even rust voor Mariette en Brenda nu. Want Maurice gaat in deze finale zijn eerste woordwiel spelen. De druk is iets groter dan normaal, hè Maurice? Om een mooie... Ja, ik denk, hou me op, zeg maar niks meer. Laat mij maar gewoon mijn gang gaan. Dat doe ik dan ook, Maurice, vanaf nu. Kussenovertrek, KUSSENOVERTREK. Spreuk, SPREUK. Kussen, KUSSEN. Overtrek, OVERTREK. Trekken, TREKKEN. Nok, NOK.
Kalen, K-A-L-E-N. Kalender, K-A-L-E-N-D-E-R. Kalenderspreuk, K-A-L-E-N-D-E-R-S-P-R-E-U-K. Kus, K-U-S. Ja, en dat ukje bracht je bij het einde van jouw half minuutje dat wij jou geven. Lang niet slecht. Lang niet slecht. Mooie lange woorden. Goed gespeld bovendien, dat vinden we altijd heel belangrijk. De computer is nu aan het rekenen, al die letters van jou, en dan brengt dat jou op een score van 74 punten. Nou, dat is lekker. Volgende wiel is een cryptowiel en aan de beurt is Brenda. Vraag 6. Ja, heel goed dat je er even over nadenkt. Niks onbewust doen vanavond. Vraag 6. Friese muzikanten zijn hier niet op te krijgen. Kast. Is niet het antwoord zoals wij dat op het wiel hebben staan. Maurice. 5. Vraag 5. Een rustige agent. Stille. Ja, een stille. Stille. Mariette. Vraag 6 alsjeblieft. Ja, vraag 6. Friese muzikanten zijn hier niet op te krijgen. De kast. Op de kast, want zo heet die formatie uit Friesland die niet op de kast te krijgen zijn. En niet alleen kast. Spijt me voor jou, Brenda. Maar je bent wel weer aan de beurt. Vraag 1. Vraag 1 is deze. Krijgt het voorstel een beurt? Nee, hè? Dat is lastig. Maar andere wees gewaarschuwd, want de vorige keer begon ze ook heel langzaam en kwam ze in één keer heel erg bij die laatste minuten. Maurice, wat doe jij? 2. Vraag 2. Op en neer met je duim. Lift. Ja, je duim opsteken voor een lift in de lift. Mariette. 3. Plaats voor astronauten. Nog even niet. Brenda. Vraag 3. Vraag 3. Plaats voor astronauten. Ruimte? Ja, de ruimte voor de ruimtereizigers. Maurice? Vraag 1. Vraag 1 nog een keertje. Krijgt het voorstel een beurt? Aanbod. Ja, komt het aanbod aan bod. Dan, Mariette, krijg jij 4 voor de eerste keer van mij nu. Tobbe in Rotterdam. Kuip. Ja, natuurlijk. Kijk eens jaloers kijken van had ik die vraag maar gehad. Kuip, Tobbe en de bekende Kuip natuurlijk als stadion in Rotterdam. Mariette? Het zou toch een prachtige uitdaging zijn, hè, om daar eens overheen te gaan, die 74 van Maurice. Ja, doe maar best. Ik weet dat je het goed kunt, dus laat het ons horen. Schat, S-C-H-A-T, schilder, S-C-H-I-L-D-E-R, schildersmodel, S-C-H-I-L-D-E-R, S-M-O-D-L. Bewaar, B-E-W-A-A-R. Bewaarder, B-E-W-A-A-R-D-E-R. Bewaarders, B-E-W-A-A-D-E-R-S. Model, M-O-D-E-L. Modellen, M-O-D-E-L-L-E-N. Lens, L-E-N-S. En dan is dat weer het einde van jouw half minuutje. Mariette, ik moet je een klein beetje teleurstellen, want dat mooie lange woord schildersmodel spel je niet helemaal correct. Het woord bewaarders ging ook niet goed in de spelling. En het woord bewaar staat niet als zodanig in het woordenboek. Nou, wat er overblijft, daar tellen we de letters van op. Kom jij toch op een aantal van 39. Moet je niet te lang over treuren, want we gaan weer heel veel punten verdienen nu. Kijk, ze blijft al wel weer vrolijk. Dan gaan we verder met het volgende quizwiel. En aan de beurt is Brenda. Vraag 4. Is deze vraag. Wie ontwierp 10 wandtapijten voor de Sixtijnse kapel? Geen idee. Nee, daar ben je heel eerlijk in. Maurice. 5. Welke Amerikaanse honkballer verbeterde in 1974 met zijn 715e homerun het beroemde record van Babe Ruth? Weet ik even niet. Nee, dat zijn we allemaal eerlijk vanavond. Mariette. 6 alsjeblieft. Kijk, dit is de kans. Hoe wordt een verduistering van een hemellichaam genoemd? Eclipse. En jawel, wat een vreugde weer. Brenda. Vraag 1. Vraag 1. Wat is de voorlaatste letter van het Griekse alfabet? Ja, het is een finale. Het wordt steeds moeilijker, dat kan ik je vertellen. Maurice. 4. 4. Wie ontwierp 10 wandtapijten voor de Sixtijnse kapel? Raphaël. En kijk aan, dat is een wel goede antwoord. Mariette. 2 alsjeblieft. 2. Over welke stad regeerde koning Oedipus volgens de Griekse mythologie? Thebe? Ja. Kijk uit, hè. Nooit een verkeerd woord gaan zeggen en dan volgens verbeteren, want we mag 1 antwoord geven. Het ging nog net goed nu. Volgende vraag is vraag
Nee, dan moet ik naar jou kijken. Vraag 3. Ja, jij mag dat helemaal bepalen, Brenda. Welke voetbalclub trok Johan Neeskens aan het eind van het voorseizoen aan als trainer? Sparta? Is niet een juist antwoord. Maurice? Eendama. Vraag 1. Wat is de voorlaatste letter van het Griekse alfabet? Kappa. Nee. Dus, Mariette. Ga je 3. Vraag 3 nog eens krijgen van mij. Welke voetbalclub trok Johan Neeskens aan het eind van het afgelopen seizoen aan als trainer? Nee. Brenda. Vraag 3. Vraag 3 voor de laatste keer. Welke voetbalclub trok Johan Neeskens aan het eind van het vorig seizoen aan als trainer? NEC. NEC is die club. Kijk aan. 10 punten zijn voor jou. Maurice? 5. 5 nog een keer. Welke Amerikaanse honkballer verbeterde in 1974 met zijn 715e home run het beroemde record van Babe Ruth? Nou, ik gok op Aaron of Aaron. Ja, Aaron. Hank. Hank Aaron. En dat zijn de, het goede antwoord en dus de punten voor jou. Ik heb 1 nog voor je en die zal je krijgen ook. Wat is de voorlaatste letter van het Griekse alfabet? Kappa? Nee. Jullie denken dat ik, als we het maar blijven zeggen, dan komt er wel een keer goed antwoord uit. Precies. Nee, ik zie een beetje vraagtekens in ogen hier. Houd voor gezien dan deze vraag en ik kijk even naar Brenda. Ben je er klaar voor, Brenda? Ja. Zo niet, wachten we gewoon hoor. Nee, laten we maar verder gaan. Laten we maar verder gaan. Nou, vanaf nu komt hier jouw woord hier eraan. Ezels, E-Z-E-L-S. Bruggetje, B-R-U-G-G-E-T-J-E. Stier, S-T-I-E-R. Stierengevecht, S-T-I-E-R-E-N-G-E-V-E-C-H-T. Gevecht, G-E-V-E-C-H-T. Gevechten, G-E-V-E-C-H-T-E-N. Brug, B-R-U-G. Rug, R-U-G. Ier, I-E-R. Tier, Tieren, T-I-E-R-E-N. En dan is het helemaal op wat de seconde betreft. De ezels kwamen voorbij het bruggetje. Het ezelsbruggetje durfde je even niet aan. Of je zag het niet. Ja, ik twijfelde. Ik wist niet of het er helemaal op stond. Ja, nou bij twijfel moet je het dan maar niet doen. Goed, verder hoorde ik alleen maar goede woorden. Goed gespelde woorden. En dan gaan we even kijken wat dat jou oplevert. 65 punten. Dan gaan we nu even exact bekijken hoe jullie ervoor staan op dit moment. Dan zien wij dat Maurice er heeft 144 punten. Mariette staat op dit moment op de 109. En Brenda heeft er 95. Nou, Maurice steekt er nog een klein beetje bovenuit. Maar we hebben flink veel minuten over om te gaan spelen nog. Gaan we zo meteen doen nadat we even jullie iets laten zien van de prijs die één van jullie mee gaat nemen als je deze finale wint. De winnaar van de finale van Allround krijgt een computer en cursusmateriaal computervaardigheden. Dan nu, uiterste concentratie. Ga in de goede houding zitten, want het eerste wiel komt er al aan. Sterker nog, dat is er nu, is een cryptowiel en ik stel de vragen nu. Vraag 1. Ga spelen in Engeland. Maurice. Allround? Nee. Dus daar gaan 10 punten af. Dat is weer het spannende in deze laatste minuten wat er dan gebeurt. Vraag 2. Een spelletje voor middernacht. Maurice opnieuw. 2 voor 12. 2 voor 12 is een goed antwoord. Nou, ik hoef er geen uitleg bij te geven. Vraag 3. Speel je hier een slimme oorlog mee? En nu denkt Brenda te weten. Denktank? Denktank, jawel. Dat was de vraag die bij deze, dit spelletje hoorde. Vraag 4. Om dit spel draait het. En nu zegt Brenda. Allround. En dat is natuurlijk wel allround, staat hij. En de punten zijn voor jou. Vraag 5. Speltips. En nu is Brenda helemaal goed aan het bijkomen weer. Hint. Hint. En dat deed ze nou de vorige keer ook. Toen maakte ze in één keer een eindsprint. Dus anderen wees gewaarschuwd. Vraag 6. Een ballenspel. En nu ramt Mariette de knop er bijna doorheen. Lingo. Zo, kies het. Lingo is binnen. De 10 punten in ieder geval. Vraag 1 nog een keer. En nu drukt Maurice al. Go. Go is het antwoord op de vraag. Ga spelen in Engeland. Go is ook ga natuurlijk in het Engels. En het bekende spelletje. Nou, dat was een leuke ronde. Blijft spannend. Dus gaan we vol frisse moed verder met het volgende quiz wheel. Ja, Henk, Maurice zit al een beetje moeilijk te kijken nu. Vraag 1. In welke opera van Verdi komt het beroemde Mariette? Aida. Nee, dit kost je punten. Ik ga me eerst richten op vraag 2 nu. Van welke opera is de Habanera een van de bekendste gedeeltes? En nu zegt Mariette. Carmen. Dat is wel een goed antwoord. Dat is weer even wat terugverdienen dus. Vraag 3. Welke opera van Verdi werd opgevoerd ter gelegenheid van de... En nu drukt Maurice. Aida.
is een goed antwoord op de vraag, ik wil nog zeggen ter gelegenheid van de opening van het Suezkanaal. Vraag 4. Welke opera van Puccini ging in première op 14 januari 1900 in Rome? Brenda. Nabucco. Dat is fout, dat kost jouw punt. Dan ga ik verder met vraag 5. Welke opera van Bellini gaat over de liefde Mariette drukt? Bohemen. Dat is een fout antwoord, kost je ook even punten. Ga ik verder met vraag 6. In welke opera van Puccini wordt de dichter Rodolfo verliefd op het naaistertje Mimi? Maurice. La Bohème. Is een goed antwoord. Kijk aan, staat hij op het wiel, past er net op. 10 punten verdiend. Terug naar vraag 1. In welke opera Maurice drukt opnieuw? Nabucco. Is opnieuw een goed antwoord van jou. In welke opera van Verdi komt het beroemde slavenkoor voor? Was de vraag. Vraag 4 opnieuw. Welke opera van Puccini ging in première op 14 januari 1900 in Mariette? Tosca? Rome wilde ik nog zeggen, maar het was voor jou alweer voldoende. Vraag 5 ten slotte van deze opera, dit operawiel. Welke opera van Bellini gaat over de liefde tussen een Gallische priesteres en een Romeinse legeraanvoerder? Niet zo hard op die knop, naamd Mariette. Wat is het antwoord? Norma. Heel goed gedaan. Kijk, dat maakt alles weer goed dan. Het blijft spannend, alhoewel Maurice behoorlijk voorstaat, maar daar zouden de dames nu verandering in kunnen gaan brengen bij dit cryptowiel. Vraag 1. Een groene of een zwarte vogel? Maurice? Koolmees. Ja, je zegt het heel weifelend. Is de koolmees nou zo groen als kool of zo zwart als kool? De tweede. Een dubbel gebakken vogel. Mariette. Koekoek. Ja, koek plus koek, dat is dubbel gebakken. Vraag 3. Die vogel bezorgt de luchtpost. En Maurice? Duif. Ja, hij is nu toch vernietigend aan het uithalen in dit programma. Vraag 4. Met zo'n dode vogel maak je niemand blij. Brenda? Mus. Ja, met een dode mus maak je niemand echt blij dan. De vijfde. Een imitatievogel. Brenda. Papegaai. Ja, want die praat iedereen na. Staat op het wiel, 10 punten verdiend. Dat is leuk weer voor jullie. Vraag 6. Een Mariette. Snip. Ja, weet je wat de vraag was? Nee, maar was de enige die nog over was. De vraag was een vogel van een meijer. Ja, dat dacht ik. En dat kan alleen maar in de finale voorkomen, dat je echt helemaal zonder een vraag gesteld hebben het antwoord al krijgt. Jullie zijn weer iets ingelopen, dames, dus er is nog steeds hoop. Een quizwiel, eerste vraag. Welke Jiddische grappenmaker verbond zijn naam aan een kleding... Mariette? Tailleur. Ja, een kledinginzamelingsactie ten behoeve van goede doelen wilde ik nog zeggen. Vraag 2. Wie gold in de Griekse mythologie als de personificatie van de dageraad? Maurice? Aurora? Nee, 10 punten eraf. Ga je weer wat dichter naar de dames toe qua puntaantal. Vraag 3. Hoe wordt in de schaaksport de eindstelling genoemd waarbij geen van de partijen denkt, Maurice? Remise. Te kunnen winnen, wilde ik nog zeggen. Maar je wist het reeds. Vraag 4. Uit welk middeleeuws strijkinstrument is de viool ontstaan? Maurice? Luid. Nee? Kijk, dit vinden de dames helemaal niet erg dat dit gebeurt. Vraag 5. Over welke Haarlemse verzetstrijdster schreef Teun de Vries een boek dat ook verfilmd werd? Niemand? Ga ik naar 6. Welke vogel die behoort tot de kraaienfamilie leert Maurice? Kou. Makkelijk praten. En dat deed jij nu ook, zeker voor 10 punten. Ik ga terug naar vraag 2. Wie gold in de Griekse mythologie als de personificatie van de dagenraad? Vraag 4 dan maar weer en Mariette drukt al. Schaft. Nee, is niet het antwoord. Nu ga ik dus verder met de vraag 5. Over welke Haarlemse verzetstrijdster, Brenda drukt nu heel snel. Schaft. Ja, is het antwoord op de vraag over welke Haarlemse verzetstrijdster schreef Teun de Vries een boek dat verfilmd werd. En jij zat even mis qua inschatten van de vraag, denk ik, Mariette. Vraag 2 weer. Wie gold, en nu drukt Maurice. Eos. Eos gold in de Griekse mythologie als de personificatie van de dagenraad. En ik heb vraag 4 nog in dit wiel. Uit welk middeleeuws strijkinstrument is de viool ontstaan? Maurice? Vedel. Vedel is een goed antwoord. Nou denkt u misschien thuis, het kan niet meer, maar het kan nog wel, want we hebben zeker nog 5 minuutjes om te spelen nu, dus we gaan snel verder met het volgende cryptowiel. Kom op, dames. Vraag 1. Het laatste woord. Maurice? Amen. Nee, 10 punten eraf. Vraag 2. Dit woord heeft Kant nog zijde. Brenda? Wal? Nee, 10 punten eraf. Vraag 3. Het is van Frans. Vraag 4, begintoon. Dat is jammer, want zo vliegen de seconden weg. Vraag 5, slotrijm.
Mariette. Dat doet de deur dicht. Nee, het is een leuk wiel. Daar moet je niet te veel naar kijken. Je moet vooral naar de antwoorden zoeken. Vraag 6. En dat was het dan. Brenda. Dat doet de deur dicht. Nee, dat is ook niet het antwoord zoals wij dat zoeken. We gaan ze allemaal nog een keer doen. Snel dan. Vraag 1. Het laatste woord. Brenda. Einde. Einde. Dat is het laatste woord. Dan vraag 2. Dit woord heeft Kant nog zijde. Er wordt net binnen de tijd gedrukt door Brenda. Het? Ja, het is een onzijdig lidwoord, staat hij. Vraag 3 dan. Het is van Frans. Vier. Begintoon. Maurice? A. Ah. Nee, 10 punten eraf. Vraag 5. Slotrijm. Vraag 6. En dat was het dan. Maurice? Het einde. Nee, 10 punten eraf. Ik ga weer terug naar vraag 3. Het is van Frans. Nou, kijk mee. Dan hadden we het woordje de, want dat betekent van in het Frans. Snel naar vraag 4. Begintoon. Maurice? Do. Ja, do, re, mi, fa, sol. Dat is dus de begintoon. Staat ook op het wiel. Dan vraag 5. Slotrijm. Net binnen de tijd, Mariette. Deur dicht. Nee, kijk mee, we wilden alleen maar dicht worden, ja. Dicht. Op slot is dicht, ja. En rijm is ook dicht. De 6e tenslotte nog 1 keer en dat was het dan. Brenda? Dit is het? Nee, 10 punten eraf, want dit, alleen het woordje dit was het. Nou, laten we dit snel vergeten, er komt nog zo'n leuk wiel, maar laat je niet te veel afleiden. Zoek alleen de antwoorden in dit wiel. Vraag 1 van dit quizwiel. Welke rivier mondt uit in de Donau bij Passau? Maurice? De Inn. De Inn is een goed antwoord. Vraag 2. Hoe noemt men een bovengistend bier uit Engeland? Maurice? Lagen. Nee, dan gaan we even wat punten af. Vraag 3. Wat is het chemisch symbool voor het element natrium? Mariette? Na. Na is een goed antwoord. 10 punten verdiend. Vraag 4. Welke Duits-Amerikaanse psycholoog stond aan de wieg van de ontwikkeling van de groepspsychologie? Niemand. Vraag 5. Hoe wordt de vaste fase van water genoemd? Mariette? IJs. Nee, IJs is een goed antwoord. Vraag 6. Welke letter wordt in de optica gebruikt als symbool voor het brandpunt? Iemand in alle rust, zonder dat je er iets voor krijgt, een antwoord. Nee, had je F kunnen zeggen. Zijn die 8 minuten nou? Die psycholoog waar ik het over had was Kurt Lewin. En voor de rest het chemisch symbool voor het element natrium hadden we NA gehad. Ale was dat bovengistend bier uit Engeland. En in heb je terecht heel goed gezegd, Maurice. Het is gebeurd. We zagen het al een beetje hangen, die bui, voor de twee dames. Jullie hebben er wel voor gevochten en ook Maurice heeft af en toe nog wat geholpen door flink wat punten te vermorsen. Dankjewel. Maar je kon het hebben, Maurice. Ik kon het me permitteren. Ik ga uiteindelijk. Ze heeft dankzij haar strijd heeft ze nog de tweede plaats behaald, maar eerst richt ik me even op Brenda. Bedankt Brenda voor het meespelen. Je bent derde geworden, maar in een finale van Allround is dat absoluut niet mis. En krijg je van ons het hele pakket met die CD-ROMs, met die encyclopedie, de wereldatlas en de driedelige vandalen. Diezelfde prijs, troostprijs dus, gaat ook naar jou, Mariette. Bedankt voor het meespelen. En uiteindelijk, na 9 weken in deze 10e aflevering in de serie Allrounds, is de winnaar geworden in deze finale, Maurice. Ik dacht, Maurice, laat ik een passend t-shirt bij de Bosbloemen aantrekken die ik jou nu kom overhandigen. Ik vond het leuk dat u keek naar Allround. Wat mij betreft heel graag tot een volgende keer. Dag allemaal.